De zon en de droogte. Boeren en ook hun koeien zuchten eronder. En de mais wil maar niet groeien. Kortom, kommer en kwel. En toch is niet elke boer ontevreden. Op wijnboerderij Hof van Twente in Bentelo wordt zelfs gejubeld. Want door het mediterrane weer van de laatste tijd is er een prachtige oogstopkomst. Ja, als je de afgelopen 5-6 jaar bekijkt, zeg maar, dan is dit echt een topjaar. En 2003 was ook een heel mooi jaar, maar dat is inmiddels 15 jaar geleden. En toen waren we ook echt mooie zomers. Was het een mooie zomer. Dit is mooi. Dit lijkt heel mooi te worden. Ja. De overdadige zon zorgt er zelfs voor dat er veel eerder geoogst kan worden dan normaal. Normaal gesproken dan beginnen de eerste druiven beginnen te kleuren zo half augustus, begin augustus, half augustus. Nou, we hebben nu al de eerste trosjes die al aan het kleuren zijn. En dat betekent dat we zo'n 3-4 weken voorlopen. En normaal beginnen we in september een keer te oogsten en dat zal nu al in augustus zijn. Maar hoe kan het nou dat mais niet groeit en druiven wel? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de mais of het gras, hè, want dat zie je nu, dat het begint helemaal dood te worden. En mais ook. Maar die zitten allemaal in die bovenste 20 centimeter te wortelen. Onze stokken, onze druivenstokken, die zitten inmiddels op 1,5 meter, 2 meter, misschien nog wel veel dieper. Ja, en daar is water genoeg nog. Toch wel bijzonder. Door de klimaatverandering is Nederland ineens ideaal voor de productie van wijnen. Nou, wat je wel ziet is dat langzaamaan zeg maar, schuift de hele wijnbouw schuift op. De champagne is bijvoorbeeld een wijn die moet echt in een koeler klimaat worden geteeld. Omdat juist die zuren heel erg belangrijk zijn in die wijn. En die zie je dat die wijnboeren dat die op dit moment zoekende zijn naar grond in meer noordelijke klimaten. Engeland, België, maar ook Nederland past heel goed in dat rijtje. En dat betekent dat je hier wijnen kunt maken die in Zuid-Frankrijk niet meer te maken zijn. Kortom, gaan wij hier het nieuwe Frankrijk worden? Ja, wellicht wordt het een nieuwe Bordeaux. Twente, nieuwe Bordeaux, is wel apart, hè? Ja.